betekent de Tweede Wereldoorlog voor mij? Dat is een hele goede vraag. Ik heb het geluk dat ik van een generatie ben die dat niet hoeft mee te maken. Dat allereerst moet gelijk aan mijn oma denken. Allebei mijn oma's, die het heel zwaar hebben gehad. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mijn generatie en ook de generatie hierna dit verhaal blijft horen. Het is nog steeds een actueel onderwerp, nog steeds een belangrijk onderwerp. En ik denk dat, dat het nog steeds belangrijk is en goed is om daar aandacht aan te besteden. Het heeft wel heel veel voor mij betekend, want ja, ik ben geboren in 1961. Dan zou je al denken, nou dat is al 15 jaar terug. Maar ja, tuurlijk, je ouders lopen daar mee, maar opa en oma. En ik heb ook best wel veel vragen gesteld over die oorlog. Een heel belangrijk monument in onze geschiedenis. Wat we altijd moeten blijven herinneren. Elke keer als ik daar iets over lees of over zie, ben ik heel erg dankbaar voor al onze opa's en oma's. En iedereen die heeft gestreden voordat wij hier op deze première onder andere kunnen staan. Alles is stil. In de trein is alles stil. Lopen! Naakt over straat. Het is zo vreselijk koud. Volgende barak. Stil. En donker. Omdat ik als trompetist een plekje heb gekregen in het kamporkest, gaat het met pa en ma ook goed. Ik in een gestreept gevangenispak. Met een kaargeschoren kop en een nummer op mijn arm. Staat iets te gebeuren? Een hele fijne première, omdat we toen we begonnen voelde ik meteen, we hebben hem in de smiezen. En we zijn niet zo onder de indruk van het feit dat het première is. En we gaan het echt samen doen. Het voelde ook echt samen met Zoey. Het gordijn was dicht, je hoorde zo dat het geroezemoes. De zaal ging, doek ging open, we begonnen met spelen en de zaal was muisstil. En toen dacht ik, we hebben ze. We hebben gewoon de voorstelling kunnen laten zien die wij bedacht en gerepeteerd hebben. En die hebben we gegeven. Ja, en het voelde goed, dus ik hoop dat het publiek dat ook vond. Het is een hele indrukwekkende voorstelling. Gewoon hoe Thomas en Zoey hun rollen neerzetten en elkaar afwisselen in de hoofdpersoon. Het is zo goed gedaan, het is zo mooi geregisseerd. Ik vond het heel indrukwekkend en heel mooi. Ik dacht mijn eerste 5 minuten, dacht hoe gaan ze in godsnaam dit verhaal gewoon vertellen? Het is, hoe ga je dit vertellen? Ik vond het op een hele mooie manier vormgegeven. Alles flowde heel erg goed in elkaar over. Ik vind gewoon hoe zij dat samen op zo'n subtiele manier doen, van de rollen switchen. Een heel rakend en pakkend verhaal, waarbij die mannen zo ontzettend mooi snel schakelden tussen die personages en die verhoudingen constant verwisselden. Ja, ze namen me mee van het begin tot het einde.